Yo mensen van Doe Maar Gamen, leuk dat jullie maar weer kijken naar deze nieuwe episode van Minecraft Survival Island. Ik heb er persoonlijk weer enorm veel zin in om deze nieuwe video voor jullie te gaan maken. En hopelijk hebben jullie er al weer zin in om deze nieuwe video te gaan kijken. Knal natuurlijk even een blauw duimpje op deze video. Het is voor jullie een hele kleine moeite, maar het betekent voor mij heel erg veel. En het zorgt er zeker weten voor dat er heel erg veel vette dingen blijven gebeuren rondom Doe Maar Gamen. En dat is het eigenlijk. Dus ik ga gelijk beginnen met het iemand zetten in de Book of Fame. Namelijk deze keer Joost. Ik moet natuurlijk wel goed schrijven. Joost Smeet. Het is namelijk een echte DMG. Je hebt hem heel erg vaak onder video's gezien. Dus bij deze Joost, jij staat in de Book of Fame. Nogmaals, wil jij ook in de Book of Fame? Laat even een like achter. Laat even een leuke reactie achter. En we weten jij de volgende episode jouw naam verschijnen in de Book of Fame. En we gaan beginnen met deze nieuwe episode van Minecraft Survival Island. Wow, wat? De glitch er geloof ik iets heel erg raars door deurde. Maar dat weet ik momenteel even niet zeker. En het schaapje moet helemaal je bek houden. In ieder geval, de vorige keer hebben jullie uiteraard kunnen zien dat ik bezig ben geweest met het maken van mijn drugslab. Of tenminste, ik ben nog niet zozeer bezig geweest met het maken van mijn drugslab. Maar ik ben wel een beetje bezig geweest met het maken van de reconstructie ervan. Dus zeg maar hoe het er uiteindelijk uit moet komen te zien. De lengte, de breedte, de grootte en natuurlijk de hal of truck. Oftewel een hele lange hal waar ik allemaal verschillende soorten drugs in gehangen. Er was iemand, en dat was dus de Joost die ik nu in de Book of Fame heb gezet. Die de vorige episode met het idee kwam om ook paddo's te maken in mijn drugslab. Oftewel paddenstoelen. Leek me persoonlijk een heel erg grappig idee. Dus dat is ook iets wat we nog even moeten gaan verzamelen. En zoals jullie kunnen zien heb ik momenteel 7 appels weten te verzamelen. Dat heeft me wel even een kwartier gekost. Want ik ben namelijk al die bomen af geweest. Die wij eigenlijk de vorige episode hebben omgehad. Ik heb natuurlijk wel de saplings er zo weer weggegooid. Daar heb ik namelijk geen ene reet aan. Of zoals jullie misschien wel weten, heb ik hier in deze grote kist met allemaal plantaardige dingen ook heel erg veel saplings zitten. Ik zal het even laten zien. Ik heb hier namelijk in totaal al, moet ik even kijken waar ze zitten, hier 15 saplings. Nou, dat heb ik genoeg aan. Want normaal gesproken ga ik voor hout eigenlijk alleen maar naar het vasteland. En als ik dat saplings krijg, plant ik die gelijk weer terug. Nou, dat heb ik nu dus even niet gedaan. Tenminste, ik heb er een paar teruggeplant, maar de rest heb ik weggegooid. Want ik wil natuurlijk niet dat zometeen alles rondom mijn kasteel dichtgegroeid is. Dat ziet er dan namelijk heel erg retarded uit. In ieder geval. We hebben dus 7 appels. Ik ga ze gelijk even golden apples maken. Want we willen uiteindelijk golden apples hebben om daar villagers mee te krijgen. Want als je namelijk golden apples hebt en slowness, of nee, weakness potions. En je gooit de weakness potion op een zombie villager en je dient hem daarna een golden apple toe. Dan wordt het een normale villager, wat uiteraard fucking awesome is. Maar wat ik dus eerst even ga doen, ik ga als eerst even kijken of ik wat golden apples kan maken. Dus ik heb er nu 2. Nou, over het algemeen is dat natuurlijk niet heel veel. Maar ik heb in ieder geval 5 reserve appels. Wanneer ik kan ze gewoon weer omtoveren tot golden apples wanneer ik weer een keer ben wezen minen. Wat momenteel niet echt iets is wat ik van plan ben om te gaan doen. Maar dat doen we nog wel. Een keer. Wat de beste smoes voor mij is om dingen uit te stellen. In ieder geval, de appels doen we hierin. Zoals jullie kunnen zien, ik heb er maar 5. Ik heb hier ook nog een Mended Spider Eye. Die had ik namelijk gemaakt voor het maken van weakness potions. Of niet? Of had ik al weakness potions? Ik weet het momenteel even niet zeker. Oké, ik heb nog 2 weakness potions. Dat is mooi. Ik neem er even eentje mee. En dan ga ik heel even kijken of ik misschien deze episode een villager zou kunnen krijgen. En dat ik die dan gelijk mee kan nemen naar de bovenste kamer. Nou, dat kan ik natuurlijk ook offscreen doen. Maar het lijkt me een leuk idee om dat onscreen te doen. Want dat zorgt ook voor heel erg veel grappige fragmenten. Voor de rest ga ik vandaag uiteraard vertellen wat ik op school heb meegemaakt. En wat ik me eigenlijk afvroeg. Want ik kijk nu naar. Namelijk naar die cacao beans. En stel je nou eens voor dat je een silk touch pickaxe hebt. Hè? Kun je dan die cacao beans gewoon helemaal in de normale staat krijgen als je ze dan kapot hakt? Ik neem namelijk aan van wel. Maar dat weet ik momenteel even niet zeker. Dus ik ga heel even kijken. Dan pak ik heel even mevrouw silk touch erbij. Dat is namelijk een naam die ik hem de vorige episode heb gegeven. Of die episode daarvoor geloof ik. Oh nee, de vorige episode. Dus als jullie kunnen zien. Nee, dat heeft geen zin. Dat vind ik over het algemeen best wel raar. Want in eerste instantie zou je zeggen dat dat zou gewoon zo moeten werken. Maar blijkbaar is dat dus niet zo. In ieder geval, we planten dus heel even die cacao beans weer terug. Weet je, laten we ze allemaal maar even kapot hakken. Krijgen we ook. Oh, wacht eens even, als we dat nou met Fortune doen, misschien krijgen we dat dan wel meer. Ik denk het eigenlijk wel. Ik weet niet of dat werkt, maar het lijkt me wel logisch. In ieder geval, we hebben weer 12 cacao beans erbij. Geen idee wat we daarmee willen doen, maar we hebben ze wel. Maar oké, jongens en maatjes. We gaan dus even kijken of wij aan de villager kunnen komen. En natuurlijk ga ik jullie vandaag weer vertellen wat ik op school heb meegemaakt. Dat is namelijk een echte traditie bij Minecraft Survival Island. Oké dan. Ik heb hier sowieso wat steen. Dat is mooi. En ik moet eens kijken of ik zombies kan laten spannen. Wat ik daarvoor sowieso heel even moet doen is heel even snel een plafond erop maken. Anders kunnen er namelijk geen zombies gaan spannen. Dan komt er namelijk veel te veel daglicht binnen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus we gaan het heel even dichtmaken. En hotseflots. En als het goed is, wordt het nu al iets donkerder. Of zit er nog ergens een opening? Ik denk het eigenlijk wel. Want het is over het algemeen nog niet echt donker hier. Dus zeer waarschijnlijk zitten. Oh, nou, dat komt natuurlijk door die licht. Hier. Oh, wat? Er kwam opeens heel erg random een poppen van Java. Oké, dat heb ik normaal gesproken nooit tijdens een opname. In ieder geval, er is een zombie gespand. Het is er maar 1. Daar heb ik natuurlijk geen ene reet aan. Nou, het gaat er niet eens om dat het te veel moeten zijn. Maar het gaat er wel om dat het gelijk een zombie villager is. Want met een normale zombie, die kun je natuurlijk niet om laten transformeren tot een zombie villager. Of tot een normale villager. Het zou namelijk een beetje raar zijn als je een normale zombie komt omtoveren tot een zombie of tot een normale villager. Beetje verwarrend zombie villager, villager zombie, mini zombie, al die dingen. Maar jullie weten wat ik bedoel. In ieder geval, hier zit een schaap en dit schaap hoort hier niet. Dus sorry schaap dat ik jou heb moeten vermoorden. Maar jij hoort niet bij de zombies thuis. Jij hoort in de schapenkennel thuis.
En ik kan me wel voorstellen dat hij eruit is gekomen, want er zitten namelijk een paar honderd schapen in, weet ik veel, 6 vierkante meter of zo. Super slecht, ik weet het. Maar ja, dat is de joppe manier van breeden. Ik vind dat persoonlijk wel heel erg episch. We zitten dus nog even te wachten wanneer die beesten gaan spannen. Want het is namelijk wel de bedoeling dat we deze episode weer even een nieuwe zombie villetje kunnen laten omtoveren tot een normale villetje. Lijkt mij persoonlijk wel heel handig. En ik moet trouwens eerst even kijken hoe ik nou het beste soort van kennel kan maken waar ik dan die zombie in kan lokken. Dat is namelijk wel de bedoeling. Ik persoonlijk denk dat ik het best... ik denk eigenlijk zo kan doen. Als ik het nou op deze manier doe en ik maak dan hier gewoon een soort van dit. Nee, dan moet hij iets langer. Dan moet hij denk ik zo. Nee, dat ik hem hier wel eens in kan lokken. Maar op een of andere manier spannen ze niet. Spannen, zombie, spannen. Anders doen we het gewoon even de volgende episode. Dat maakt ook niet uit. Maar ik heb nu in ieder geval een weakness potion bij me en een golden apple. Dus over het algemeen zou het wel handig zijn om het nu te kunnen doen. Maar ik heb een beter idee. Ik ga eerst wel even gewoon naar boven toe. En dan ga ik zodra het nacht is, ga ik wel weer verder werken. Want anders is het een beetje vervelend om overdag hiermee bezig te zijn. Want dat heeft dus geen ene reet zin. We gaan eens even kijken hier beneden onder de beacon. Want daar zit zeer waarschijnlijk zometeen een hele mooie drugslab. Een mooi drugslab. Dat is wat ik wil zeggen. Zoals jullie kunnen zien, hier is nog een hele lelijke mine. Ja, het is niet zozeer een lelijke mine, maar het is een beetje raar dat je dan hier zeg maar de hal of drug hebt en dat je dan in één keer die mine ziet. Maar dat maakt niet uit, we gaan in ieder geval bezig met het groter maken van dit hier, want het moet namelijk wel wat groter zijn dan dat het nu is. Het wordt namelijk een hele lange hal met allemaal verschillende soorten drugs. Ik weet namelijk niet hoeveel potions er zijn, maar er zijn er geloof ik over het algemeen best wel veel. Ik ben van plan de potions, geen splash potions te gaan maken, want ik denk dat normale potions wel het realistisch eruit ziet zeg maar, als je kijkt naar hoe drugs eruit moeten zien. Dus dat moet helemaal goed komen. In ieder geval, ik heb vandaag eigenlijk een beetje een basic dag gehad. Zoals jullie weten neem ik dit vrij laat op. Het is namelijk zo dat ik in plaats van woensdag tot en met het 8e, dat ik dan nu tot maandag tot en met het 8e. Dat houdt in dat ik dit nu opneem om 4:30. En het was vandaag echt fucking warm. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik kan het jullie even laten zien. Ik heb momenteel een korte broek aan. Ik weet niet. Kijk, ik probeer het te laten zien. Ja, een korte broek. Het was namelijk voor mij momenteel echt niet mogelijk om een lange broek aan te doen. Er waren wel kinderen in de klas die een lange broek aan hadden. Maar ik persoonlijk vond het echt totaal geen goed idee. Het was namelijk echt iets van 26 graden buiten. En als het goed is, wordt het donderdag 29 graden. Met andere woorden, be prepared. En ik zit hier voor jullie video's te maken. Als een motherfucking baas. Nee, ik vind het super leuk om te doen. En dat heeft ook de reden waarom ik het ook gewoon doe. Ook al is het warm. En dat is gewoon een beetje, denk ik ook, waarom ik een YouTuber ben. Ik vind het gewoon leuk om video's te maken. Of het nou warm, koud, weet ik veel. Nacht, dag is, het maakt me allemaal niet uit. Ik vind het gewoon super leuk. Maar in ieder geval, we gaan dit dus even uithollen. Want we willen natuurlijk wel even iets leuks van maken. Maar wat ik vandaag op school heb meegemaakt is eigenlijk vrij weinig. Normaal gesproken hebben we natuurlijk maandag het laatste uur fitness of het ene laatste uur. Maar vandaag hadden we dat niet. We hadden namelijk 2 uur buiten gym. En toen moesten we speer werpen. Geloof me, je moet maar geen speer geven. Hij zei echt, Job, alleen met de punt naar onder. Ja, met de punt naar boven, met de punt naar links, met de punt naar rechts. Het was echt een drama. Maar over het algemeen was het wel leuk, gewoon een beetje speer werpen. Ik moet wel zeggen dat mijn speer echt de hele tijd op een of andere manier schuin in de grond kwam. Het was echt heel raar. Mijn speer kwam op de allerraarste manieren de grond in. De ene keer kwam die links de grond in. De andere keer kwam die tegen een boom aan. Dan zat hij gewoon bijna in die boom. Fucking random. Ik weet niet hoe ik het ook een keer voor elkaar. Iedereen die gooide gewoon in het blauwe vak. Zoals het moest. Maar natuurlijk moest ik hem weer bij de andere veldpartij erin gooien. In ieder geval, ik hoop dat ik een beetje een goed cijfer ervoor krijg. Ik weet niet of het voor een cijfer was. Ik geloof het wel. Want ik zag hem namelijk wel notities maken. Zou een beetje lullig zijn als ik nu 1 of zo heb. Nee, vast niet. Voor de rest heb ik vandaag een Frans toetsje gehad. Een SO. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben best wel heel erg retarded. Het was namelijk zo dat er duidelijk bij stond van Frans naar Nederlands. Alleen ik had gehoord van een vriend van mij, die normaal gesproken naast me zit, dat het van Nederlands naar Frans moest. Dus ik had dat zeg maar onthouden. Dus ik dacht van oké, van Nederlands naar Frans. Van Nederlands naar Frans. Dus ik had dat zeg maar. Of nee, ik had onthouden van Frans naar Nederland. Dat was wat ik onthouden had. Dus eigenlijk zeg maar dat je dan bijvoorbeeld een Frans woordje zoals Merle. En dan moet je bijvoorbeeld opschrijven scheid. Inderdaad, Merle is de Franse vertaling van scheid. Maar daar gaat het even niet om. Dus ik had zeg maar helemaal op de verkeerde manier geleerd. Dus eigenlijk een soort van de makkelijke manier. Toen kwam ik vandaag op school. Toen kreeg ik dat blad voor me. En toen zat ik wel even zo van... kut. Ik zat heel even zo van, oh nee, dit is niet goed. Want ik sta namelijk niet heel erg goed voor Frans. Ik vind Frans over het algemeen ook echt kut, want ik sta daar net een 6 voor. Wat over het algemeen natuurlijk niet echt een heel erg goed cijfer is. Voor de andere vak sta ik wel gewoon een 7,5, 8 en zo, al dat soort dingen maar. Of nou, 8 niet, maar 7,5, 6,5, 7. Alleen op een of andere manier ben ik echt niet goed in Frans. Weet je wat het is? Als ik ergens echt een hekel aan heb, dan kan ik er ook gewoon niet goed in zijn. Zelfs met bijvoorbeeld bepaalde sporten heb ik echt een scheidhekel aan. Kan ik niet goed. Weet je, voetbal vind ik ook niet echt een hele leuke sport. Maar ik moet zeggen, in hooghouden ben ik best goed. Mijn record hooghouden is echt iets van 120 of zo. Dus dat is ook niet heel verkeerd. Alleen om even terug te komen op Frans in plaats van voetbal. Want we gaan nu van het ene onderwerp naar het andere onderwerp. Wat natuurlijk niet de bedoeling is. We willen het namelijk houden bij één onderwerp. En ik heb iets in mijn oog zitten. Ik wou zeggen, ik heb hooikoorts. En toen zei ik, ik heb iets in mijn hooi zitten. Nee, in ieder geval, waar was ik ook weer? Oh ja, met Frans. In ieder geval, dus ik dacht van, oké, nou, Frans doet, hartstikke leuk. Wat ik dus eigenlijk heb gedaan, ik heb gewoon heel erg veel gegokt. Ik raad het niet aan bij je toets om te gaan gokken, maar stel je nou eens voor, je moet wat invullen. Dan kun je beter gokken dan niets invullen. Dus ik had gewoon een beetje gegokt, gewoon wat random antwoorden ingevuld. Ik denk dat er ongeveer 15 woorden waren. Van die 15 wist ik er misschien 5 en die andere 10 heb ik gewoon een beetje gegokt. En raad eens, ik had een 6.1.
fucking random. Ik kan het me echt niet voorstellen dat ik een 6.1 heb gehaald, terwijl ik eigenlijk bijna alles gegokt heb. Ik kan me dat niet... Echt, ik denk echt van, nou, nu gaat mijn gemiddelde echt woetsch, omlaag. Maar blijkbaar was dat helemaal niet zo. Ik heb het over het algemeen best goed gemaakt. En daar ben ik natuurlijk hartstikke blij mee, want ik vind het natuurlijk wel fijn om te horen dat ik goede cijfers heb. Voor de rest hadden we vandaag ook een economietoets, of een repetitie eigenlijk. Alleen het hele probleem is dat ik die ook niet had gezien op magister. Magister is een soort van online database waar staat wat voor huiswerk je moet maken in welke periode. Alleen, ik zou Job van Doe Maar Game niet zijn als ik op het laatste moment even in magister zou kijken en dan opeens zou realiseren op zondag om 6 uur 's avonds. Hey, ik heb morgen 2 toetsen. En dat is vrijwel de reden waarom ik... Oh, kut. Oké, gelukkig viel ik niet helemaal. Dan was ik waarschijnlijk dood geweest. Want wij gaan nou namelijk momenteel even naar de zombiespanner om te kijken of we namelijk even wat zombie villagers kunnen laten transformeren in normale villagers. En kijk dat leuke stelletje daar nou. Wow. Nee, maar Spearweb, het is best leuk. Alleen, weet je, het is niet echt mijn ding. Laat ik dan even op die... Nou, weet je, het is wel mijn ding. Ik bedoel, ik vind het leuker als voetbal. Maar over het algemeen is het niet echt iets wat je mij goed kan laten doen. Want... Weet je, sommige dingen die kun je beter niet aan mij overlaten. Er zijn veel dingen die je mij kan laten doen. Rondom fitness, rondom hardlopen, weet ik voor wat allemaal. Maar speerwerpen, TNT in Minecraft, explosieven. Doe maar niet. Ik ben de cashman niet, maar dit is wel even een ho-ho-ho momentje. Snel. Torsjes. Oh, ik heb zo hier. Mooi, stop. Stop. Oké, awesome jongens. We gaan weer even een villager. Zombie villager laten transformeren in een normale villager. Waar moet jij trouwens in? Oh, jij moet hierin, zie ik. Kom maar mee. Kut. Ja, nice. Oké. Luister goed. En boom. Nice. En... Ja, nice. Het is ons weer gelukt, jongens. We krijgen weer een normale villager. Kijk hem trillen. Hij schrikt er zelf een beetje van. Nou, in ieder geval, dat is weer gefixt. Kunnen we er nog eentje maken? We kunnen er nog wel even eentje fixen. Zou leuk zijn. Het is gelukt. Het is weer gelukt. Laat ik dat even op die manier benadrukken. Want de vorige keer toen ik zei, het is gelukt, toen was het niet helemaal gelukt. Maar het is weer gelukt. Maar speerwerpen is dus... Dat is wel echt leuk, weet je. Alleen, ik liep elke keer met die speer... Wat de fuck ben jij nou weer aan het doen? Ik liep elke keer met die speer de verkeerde kant op. De speer heeft namelijk zeg maar een punt die heel erg scherp is. En hij heeft zeg maar een punt die je gewoon naar beneden moet houden. Of nee, ja, de scherpe punt moet je naar beneden houden. En de botte punt moet je naar boven houden. Nou, natuurlijk moest ik dus de goede punt, zeg maar, de scherpe punt weer van links naar rechts, naar boven, naar beneden. Maar normaal gesproken ben ik daar wel heel erg verantwoordelijk mee. Alleen vandaag ging het even iets minder, want het was namelijk echt iets van 25, 26 graden buiten. We moesten fucking gaan rennen voor voetbal. Voor de rest had ik alweer 7 uur school erop zitten. Dus ja, dan zit je wel even zo van... Fuck my life. Dus dat is vrijwel de reden waarom ik even niet zo heel erg goed oplet met speerwerpen. Maar in ieder geval laten we nog even één zombie villager erbij nemen. Zou ik wel heel erg plezant vinden. Dus we pakken wel even een swiftness of nee, een weakness potion erbij. Lijkt mij een vrij plezant en handig idee. Want dat moet namelijk ook gebeuren, zombie villagers of villagers. We hebben namelijk ook helemaal geen werknemers in ons restaurant. En dan hebben we zo'n mooi en professioneel restaurant. En dan hebben we geen werknemers. Dat is wel heel erg slecht, jongens. Eigenlijk, dat drugslab moet eigenlijk, wat we eigenlijk moeten weten te doen, is dat we een soort van geheime manier maken om van het restaurant in het drugslab onder de beacon te komen. Voor de mensen die zich afvragen waar die referentie naartoe gaat, dat heeft er eigenlijk mee te maken met in Breaking Bad is dat ook zo. Je hebt zeg maar een man, die heet Gustavo Fring. En Gustavo Fring is zeg maar de eigenaar van... Polos Hermanos. En Polos Hermanos is eigenlijk een soort van Mexicaans... Mexicaans, toch? Ik geloof een Mexicaans kiprestaurant. Maar de eigenaar daarvan, oftewel Gustavo Fring, is eigenlijk gewoon een drugshandelaar. Daarom leek het mij wel een leuke referentie om, zeg maar, van de... dit is wel echt episch uit, dit. Maar daarom leek het mij wel een leuke referentie om, zeg maar, van het restaurant in de drugslab te kunnen komen. Maar dat doen we nog wel. Dat is wel weer een goede smoes. Nee, dat is flauwkeur. Ik ga het sowieso nog wel even doen. Ik ga trouwens even de creepy hier killen, want die zit hier op mijn schaatsbaan. Wat geen schaatsbaan is, maar dat maakt niet uit. Het gaat even om het idee, jongens. Het gaat om het idee. Met Job van Doe Maar Game. En ik kan beter niet gaan zingen, want ik kan dat niet, dan heeft het ook helemaal geen zin om te doen. Oké, ik moet even een beetje van me afgepoven. Waar ga ik naartoe? Ik ga momenteel natuurlijk even weer naar de zombie villagers toe. Ik heb veel te veel shit in mijn inventaris, maar dat maakt niet uit. Dat hoort er namelijk gewoon even bij. Dat hoort bij het hele toneelstuk. We gaan heel even kijken. Oké, waar is het eigenlijk? Dat moet ik even weten. Even kijken hoor, waar kan ik nou het beste heen? Ik ben het even kwijt. Waar was nou ook weer de mobspanner? Hoe kan dat? Ik ben opeens helemaal van me apropos. Kennen jullie dat je dan opeens ergens mee bezig bent, maar dat je ineens helemaal niet meer weet waar je nou mee bezig was? Het was hier, right? Of niet? Nee, waar is het nou? What the fuck? Hoe kan dit? Ben ik zo moe? Ben ik zo moe dat ik mijn eigen mobspannen niet meer terug kan vinden? Wat een schande, jongens. Wat een schande. Nou, de mobspannen, die moet hier toch ergens dichtbij zijn? Die is toch niet hier? Nee, die is helemaal niet hier. Waar ben ik nou? Wat doe ik? Ik moet mijn eigen eilandje toch wel onder bedwang weten. Ik ken alles van mijn eilandje. Nu ben ik opeens de mobspannen kwijt. Ik heb hem zeker helemaal dichtgebouwd, of niet? Hier is het, of niet? Ja, hier is het. Is lekker bezig, Job. Lekker bezig. Oké, wat gaan we doen? We gaan eerst even dit bruine schaap kleren. Geen racisme, of het is een oranje schaap. Ja, het is een oranje schaap. Ah, dood. Oké, nice. En dan kunnen we hier even een nieuw gedeelte maken waar we dan die andere zombie villager in gaan krijgen.
En dan hebben we weer twee normale villagers bij de volgende episode die we dan even in ons restaurant kunnen krijgen. Dan hebben we in ieder geval het helft van het werk gedaan. Ik wil namelijk in elk hok, zeg maar, wil ik twee villagers hebben. Die, zeg maar, de boel verkopen. Die de mensen afzetten, om het even op die manier te benadrukken. In ieder geval, we hebben hier steen. En dan doen we even zo. En dan kan ik het denk ik het best zo doen, inderdaad. Oké, dan moet ik wel even kijken. Ik ga dit even wegstaan. En dan hoop ik dat er een paar van die zombies gaan komen. Misschien wel handig als ik even kijk. Komen er al een paar? Ja, er komen er al een paar. Dat is mooi. Ik ga sowieso deze even killen, want daar heb ik namelijk niks aan. Dus ik vind het wel een leuk concept, zeg maar. Want sommige mensen die spannen dan villagers. Maar over het algemeen is dat dus iets wat helemaal niet van belang is. Want als jij gewoon het voor elkaar krijgt om een zombie villager, heb je ook geen mobspannen voor nodig. Want een mobspannen is dan niet nodig. Oh, kijk, een potato. Ik ga gewoon helemaal van het onderwerp weg. Een mobspanner is namelijk niet nodig voor het vinden van zombie villagers. Je kunt zombie villagers namelijk ook gewoon vinden door gewoon 's nachts buiten te gaan lopen. En als je dan een soort van kootje hebt, dat is wel een leuk feitje namelijk. Want de eerste zombie villager die ik heb laten transformeren in een normale villager, het was een villager, of dat was een zombie villager die ik gewoon buiten had gevonden. Dus over het algemeen is dat geen prioriteit. Er zit trouwens een zombie villager, nee, is weer een normale villager. Meestal zie je al wel eens dat een zombie villager is aan de achterkant van zijn hoofd. Hij heeft namelijk een veel langer hoofd dan een normale zombie. Best wel grappig is dat. Ik vind het altijd super ironisch uitzien. Maar in ieder geval, ik wou eigenlijk dit weghakken, maar dat ga ik niet doen, want het zit veel te dicht bij de ingang. Straks val ik er zelf in en dan kan die zombie weer achter me aankomen. Nee, 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 nee! Nee, nee! Ik haat mijn leven! Ik haat mijn leven heel erg! Wauw! Hij is dood! Oké, wat hebben we hier weer van geleerd, jongens? Je moet dus eerst hier de boel gaan verlichten. Kutzooi! Oh, er was hier ook gewoon een zombie bij gespant, hè. Wat een kutleven. Wat ik dan wel lullig vind, is dat die zombie villager dan, zeg maar, dood is gemaakt door een zombie. Dat dan... Nee, dat de villager die dood is gemaakt door een zombie, dat hij dan niet weer een zombie villager wordt. Ah, oh, shit, jongens, maar dit is echt balen, joh. Dit vind ik echt oprecht balen. Shit, weet je wat ik doe? Ik hak dit weg. Hier komt de tweede villager in en daar komt de eerste villager in. Wauw, wat lullig. Hebben we eindelijk een villager en dan moet hij weer doodgemaakt worden door een andere zombie. Stomme zombies, ik haat jullie allemaal met heel mijn hart en ziel. Ik ben alleen blij als ik deze episode voor elkaar krijg om één zombie te krijgen of één villager. Dan ben ik eigenlijk al helemaal van mijn apropoon heel erg blij. Want het doet me pijn, die zombies, waarom doen jullie zo gemeen tegen elkaar? Het was ooit een zombie villager, ontschouwt als je familie, kill hem niet weer. Dat wilde hij niet, hij wil een normale villager zijn. Hij komt eindelijk uit de spanner, om het even op die manier te benadrukken. Dat is een kleine referentie naar het gezegd. Hij komt uit de kast. Dat begrijp je denk ik al wel. Ik weet niet waarom ik dat er nog bij vertel. Dat verpest een beetje de grap. Maar daar gaat het helemaal niet om. Waar het wel om gaat is dat ik het een beetje jammer vind dat die zombies zo lullig tegen elkaar doen. Ook al is het een villager. Het blijft toch één van jullie. Ja, nou ik kan net zo goed een Tinder-account worden, joh. Volg dan nu even Just Job Things. Er is trouwens een Tinder-account genaamd Just Job Things die ik heb gemaakt. Heb ik echt maar twee keer een tweet op geplaatst, hoor. Daar gaat het niet om. Maar het is even om het idee. Ik had het namelijk een keer over Tinder-accounts, hoe erg ik dat haatte. Dus toen dacht ik van, nee, laat ik zelf een Tinder-account gaan maken. Waarom niet? En dat heet Just Job Things. Dat is eigenlijk gewoon van Just Girly Things. Maar even serieus, jongens. Wat baal ik hiervan? Ik baal hier dus echt oprecht van, hè. Ik was zo blij met Ronnie, de nieuwe villager, voor mijn restaurant. En weer moet mijn werknemer vermoord worden. Waarom is dit? En dan moeten we zeker nog een minuut stilstaan in deze episode om Ronnie, de werknemer, te herdenken. Terwijl ik hem nog nooit echt in levende lijf heb gezien. Ik heb hem alleen maar horen kreunen, zo van... Wat ook een fucking retarded klimmen. Jullie begrijpen denk ik wel wat ik bedoel. Een beetje jammer, maar ja, je kan niet alles hebben. Ik was nog een beetje aan het wachten tot er eentje gaat spannen. Oh. Dat is er één. Oké, ik speel eigenlijk ook voor. Dat is ook wel leuk. Alleen, ik baal hiervan. Echt, ik baal hiervan. Keur trouwens, sommige mensen die hebben dat. Dat ze dan iets over een span heen gooien. Ja, je moet ook... Ja. Ik moet een normale zombie villager hebben. Geen zombies. En dan ga ik hem hierin doen. En dan heb ik mijn allereerste werknemer. Die ga ik wel Ronnie noemen. Oh nee, wacht. Dat zeiden jullie tegen mij. Je moet eerst een name tag maken. Met erop Ronnie. En daarna moet je een zombie villager... En daarna moet je een villager creëren. Hallo? Oh, als jij nou een zombie villager was, was het echt perfect geweest, weet je dat? Maar dan moet ik natuurlijk nog even geduld mee hebben, want ik heb namelijk geen name tag. Maar dat maakt niet uit. Ik ben alleen al blij als ik het voor elkaar krijg om even een fucking zombie villager te krijgen. Want het is zo moeilijk allemaal. Het gaat zo stug. Alsjeblieft, geef me er een, oké? En ik heb geen idee waarom ik dit er helemaal bij doe. Maar jullie begrijpen wat ik bedoel. We deze episode in ieder geval weer een klein stukje van de half joke erbij kunnen maken. Jullie, als jullie nog leuke ideeën hebben voor bepaalde dingen die ik in mij drugslab moet hebben. Laat het dan hier beneden even weten in de comments. Hoe moet je het achterlaten? Dan doe je het gewoon zo. Dan doe je gewoon potion of swiftness bijvoorbeeld. Dubbele punt. En dan laat je de naam achter die ik hem dan moet geven. En daarna doe je daaronder beschrijving dubbele punt. En dan doe je er een beschrijving bij bijvoorbeeld. Deze potion zorgt ervoor dat je gaat hallucineren. Wat is dit trouwens? Oh, nice. Breaking 2. Fuck it. Dat heb ik niet nodig. Oh, alsjeblieft. Spawn, weet je. Spawn. Ik heb nog even één zombie villager nodig. En mijn leven is weer helemaal compleet. Dan kan ik eindelijk weer naar Polen gaan met mijn Japanse geiten. En dan kan ik weer Denemarkse geitenkaas verbouwen. Improvisatie voor de win. Oké, alsjeblieft. Spawn. Ik heb het jullie al zo lang gevraagd nu. Ik ga trouwens wel even kijken. Misschien kan ik dit wel wat uitbreiden. Ik ga het gewoon even wat uitbreiden. Zo. Kunnen we gewoon een mooi rijk maken voor die zombies? Kunnen we als spawnen dan.
Ik vind het echt lullig dit. Dit doet mij pijn, jongens. Ik vind het echt flauw. Weet je, zo alles wat ik voor jullie heb gedaan. Al die tijd dat ik jullie als zombie spanner. Als jullie als zombies heb bespaard. Ik vind het jammer. Ik vind het echt heel erg jammer. Het kwetst mijn gevoelens een beetje. Maar ja, weet je, ik kan er ook niks doen. Als ik het één keer zou klikken. Zou die, oh, dan gaat hij bijna kapot. Kijk dan. Als ik hem één keer klik, gaat hij bijna kapot. Moet niet doen natuurlijk. Moet niet doen. Ook al heb ik Silk Touch. Het heeft namelijk geen nut op een zombie spanner. Alsjeblieft, jongens. Ik kan het natuurlijk ook wel op screen proberen om een zombie villager te krijgen. Of een villager. Maar dit moet ook lukken. Nou, het is al geen nacht meer. Dus fuck die shit. Ik ga weer naar buiten en ik ga weer verder aan mijn drugslab. Oh. Nee, toch niet. Jammer. Nou, weet je, je kunt niet alles hebben. Het is over het algemeen niet heel erg dat het niet is gelukt. Maar ja, weet je, het is wel jammer. Het is wel jammer. Maar toch, ze hebben we wel weer geleerd dat als we voortaan een zombie villager gaan krijgen, dat we dan in het hok waar de zombie villager kan laten transformeren tot een normale villager, dat ik daar gelijk dan even fakkels ga ophangen. Oftewel torsjes, zodat er in ieder geval geen zombies meer bij kunnen spannen. Hebben we wel weer iets geleerd en daar gaat het om. Ik ga trouwens wel even kijken of ik nog wat quartz hier beneden heb liggen. Die heb ik namelijk nodig. Wil ik verder gaan met het maken van de hal of. Ik kan het ook ergens anders doen. Hoeft ook niet per se van quartz, want dat heb ik waarschijnlijk heel erg weinig of niet. Ja, dat heb ik best wel weinig. Oké, dan maak ik het wel van een ander soort iets. Kan ik al wel mee gaan beginnen? Ik kan het ook doen met iets anders. Met... Heb ik nog een soort van hout? Waarom zit dit hier nou weer bij dan? Ik heb echt geen idee. Ik ga de boel even ordenen. En we waren zo dichtbij, jongens. We waren zo dichtbij de overwinning. Maar ja, het is ons jammer genoeg niet gelukt. Die Eye of the Tiger. Fucking genius. Maar in ieder geval, dat is het idee om paddo's een naam te geven. Heb ik nog paddenstoelen dan? Heb ik die nog wel? Dit kan ik ook een naam geven. Rode kook. En dit is bruine kook. Ja, dat is leuk. Ik heb leuke ideetjes, jongens. Ik heb leuke ideetjes. En dit, zwarte kook. Oh, wat leuk. Ik hou hiervan. Ik vind het leuk, weet je dat? Ik vind het leuk. Nou, in ieder geval, goud moet niet hierbij. Dat moet ik hierin doen. We hebben nog één mogelijkheid, jongens. Dan kunnen we altijd de volgende video nog gaan doen. Waarom heb ik dit meegenomen? Dat is natuurlijk voor de viewing. Laat ik die maar alvast even gaan maken dan. Hebben we dat namelijk ook al even gedaan. En dan kunnen we daarna verder gaan met het maken. Maar we moeten natuurlijk eerst even wat meer hout hebben. Dat is wel even een prioriteit momenteel. Dus ik ga even kijken. Hoppakee. Hoeveel heb ik er nodig? Ik maak gewoon even een paar, joh. Zo, ik denk dat ik er aan 6 genoeg heb. Moet in principe wel goed zijn. Kan ik namelijk die andere 3 Blazewalls nog gebruiken. Ik wou zeggen Blazewalls en Blazewalls nog gebruiken voor het maken van potions. Ook heel erg netjes. En dan gooi ik nu al even wat dingen weg. Want ik heb namelijk nog steeds dingen bij me waarvan ik denk dat heb ik helemaal niet nodig. Dus waarom heb ik het in mijn inventaris zitten? Dat is de vraag van het leven. Ventures heb ik ook eigenlijk niet nodig. Dus bij deze ook weg. Workbenches, deuren, mag allemaal weg. Ik heb meer hout nodig. Ik ga dus heel even snel wat van die sapling spa erbij plaatsen. Heb ik trouwens nog bones? Ik geloof het wel. Ja, ik heb zat bones. Of ja, zat. Ik heb aardig wat bones. Dat is mooi. Dus bij deze hoppakee heb ik ook wel wat meer bone meal. En dan ga ik heel even snel een iets grotere bomenvorm maken. En dan kunnen we de volgende episode kunnen we echt gaan beginnen met het maken van drugslab. Dus als jullie nog leuke ideeën hebben voor bepaalde potions, laat het dus op die manier weten. Schrijf dan gewoon potion of swiftness, weakness, strength. Maakt niet uit. Dubbele punt. Geef je dus een andere naam voor die potion. Die jullie willen dat ik het ga geven als een drugsmiddel. Daaronder schrijf je beschrijving, dubbele punt. En dan geef je een leuke beschrijving erbij. Die in één sign past. Die op één sign past. Dus niet een beschrijving waar je fucking 20 signs voor nodig hebt. Want dan doet hij niet mee. Dan doet hij niet mee. Ja, oké, okay, duidelijk. Mooi zo. Zo. En dan maken we even snel wat boompjes erbij. Oh, dat was niet de bedoeling eigenlijk. Maar dat maakt niet uit. Zo. En deze. En ik moet wel zeggen, ik heb wel het idee dat het iets minder warm is als gisteren. Of nou, eigenlijk was het wel iets warmer, denk ik. Ik heb geen idee. Het is nog steeds gewoon heel erg warm. Hopelijk krijg ik hier wat appels van. Appels kunnen toch ook gewoon naar beneden vallen, ook al ga je zelf niet slaan. Ik geloof het namelijk wel. Kan hier ook nog eentje? Nee, dat is wel weer duidelijk dat dat niet kan. Heb ik namelijk weer wat shit voor verkloot. Deze wel, hè? Ja, die kan wel. En deze nog. Ja, die kan ook. En deze hier nog in het midden. Ja, die kan ook nog. Mooi. Zo ga ik even allemaal weghakken. Want ik heb namelijk altijd hout nodig de volgende episode. Kunnen we namelijk volgende episode bezig gaan met het afmaken van de drugslab. En ik heb nog niet echt een ontwerp voor de drugslab. Maar dan kunnen jullie ook nog in de comments achterlaten, weet je. Dat is ook nog een mogelijkheid. Jullie zijn er ook nog voor mij. Alle interactie wordt gewaardeerd. Dus vandaar. Zo. Ik moet namelijk wel even een beetje hout hebben. Lijkt me over het algemeen wel een handig idee. Dus dat neem ik even allemaal mee. Op een keetje. Dit nog even meenemen. Zo. Hoeveel hout heb ik momenteel? Ik heb momenteel bijna 30 hout. Oké, dat is netjes. Het gaat best wel snel als je nog zo'n goede ex hebt, weet je wel. Dan bedoel ik geen vriendin die je vroeger had en nu geen vriendin meer is. Maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Een goede ex. Dat klinkt zo raar. Ah, mijn nagel. Ik verrekte mijn nagel. Is dat mogelijk dat je nagel verrekt? Ik geloof het niet. Ah, maakt niet uit. Dit is trouwens de jump map. We moeten ook nog een keer de onderwaterbaas gaan inrichten. Dat is echt iets waar ik momenteel echt geen ontwerp voor heb. Dus degene die een leuk ontwerp voor de onderwaterbaas hebt en die stuurt naar doemargame@jump.com, komt sowieso in de Book of Fame. Als ik het een leuk ontwerp vind, dan als ik hem ga gebruiken. Die komt sowieso in de Book of Fame. Want ik heb mij even echt. Ik heb echt een ontwerp nodig voor dat ding. Ik heb het namelijk nog steeds niet afgemaakt. Terwijl die er al zo lang is. Echt niet normaal. Dat is gewoon bijna slecht. Dat is gewoon bijna slecht, jongens. Bijna. Niet helemaal, maar bijna wel. Dus vandaar. We kunnen ook weer even keer snel een nieuwe verdieping erbij gaan maken. Een nieuwe kamer. Lijkt me ook leuk. En iemand had trouwens een textpack gestuurd via de e-mail van Miley Cyrus hoofd. En die had geloof ik dat Withers Miley Cyrus waren. Dat is leuk. Kan ik dan naar een Miley Cyrus hoofd gaan krijgen? Eigenlijk moet er echt een Wither. Dan moet de Wither ook een Miley Cyrus ding zijn. Dan is het perfect. Weet je, als ik dan ooit de Wither ga verslaan, zoals Miley Cyrus, lijkt leuk. Ik heb nog steeds iemand nodig die textpacks kan maken, als ik eerlijk ben. Maar ja, ik heb nog momenteel nog niet echt iemand die zegt van ja, joh, ik kan echt supergoed textpacks maken en ik zou je graag willen helpen. Ik kan natuurlijk ook zelf wel doen. Maar ja, weet je, als iemand anders kan doen, zou ik het leuk vinden. Want dan kan ik mijn tijd zeg maar weer besteden aan het maken van content. En
ja, soms moet je dat wel doen. Kijk, bijvoorbeeld dingen zoals een tekstpack maken vind ik niet erg om te doen. Alleen zeg maar, gaat dan wel ten koste van tijd voor video's. En dat vind ik dan een beetje jammer, weet je. Dat vind ik gewoon zonde. Dat vind ik gewoon zonde. Ik bedoel, als andere mensen het leuk vinden om voor mij te doen. En die vinden het niet echt een eer, maar die vinden het leuk dat ik hun daar een shout-out voor geef. Dan denk ik van, nou, dan kan ik het beter iemand anders na te doen. 1. Die heeft er plezier aan. 2. Ik maak hem blij. En 3. Hij maakt mij blij. Dus over het algemeen is dat dan gewoon een soort van happiness kringloop. Om het even op die manier te benaderen. Nou, onze saplings zijn op, maar gelukkig krijg ik ook weer nieuwe. Eigenlijk ga ik normaal gesproken gewoon naar het vasteland. Maar omdat we dat de vorige video al hadden gedaan, denk ik van, nou, ik doe het even op deze manier. Zo. Ik maak gewoon even mijn boom erop. En dan kunnen we namelijk beginnen met het maken van de drugslab. Geen idee hoe ik het wil gaan doen. Ik heb echt nog niet echt een idee. Maar ik wil het ook niet echt namaken van het Breaking Bad drugslab. Maar ik wil wel iets vet gaan doen. Ik heb ook anvils nodig eigenlijk voor drugslab. Anvils vind ik ook wel bijpassen. Een soort van apparaat. En dan kan ik op die anvil, kan ik die anvil renamen. Dat is wel leuk. En dan kunnen we die anvil voor bijvoorbeeld een... Ja, weet je, dat ga ik doen. Ik ga jullie... Oké, wie kan er hier beneden in de comments namen achterlaten van officiële drugsapparaten waar crystal meth mee wordt gemaakt. Dus zeg maar Breaking Bad maakt zeg maar crystal meth van een soort van drugs is. Wie kan de apparaatnamen die ze daarvoor gebruiken, dus ook uit de serie Breaking Bad, in de comments achterlaten? Als jullie zien dat iemand dat doet, laat er even een like op achter. En natuurlijk als jullie zien dat iemand een leuke naam heeft voor een drugsmiddel, wat eigenlijk gewoon een normale potion met een leuke beschrijving erbij. Like de comments als jullie denken dat ik wat aan heb. En je mag natuurlijk ook in je comments schrijven, like het zoals Job het ziet. Dus als jullie denken, Job, ik heb apparaatnamen van echte drugsmachines, dan kan ik namelijk de envel op die manier gaan renamen. Lijkt me wel grappig, dat ik dan bijvoorbeeld een envel heb die heet, ja, dat weet je wel meer. Dat is hier waarschijnlijk geen drugsapparaat, maar die dan bijvoorbeeld crystal meth make of zo. Ik heb geen idee. Maar zulke dingen, dat lijkt me wel leuk. Dat vind ik vet. En dan moeten we natuurlijk ook nog een paar kisten erin hebben voor het opslaan van alle drugs. Lijkt me een leuk idee. Oké, we hebben genoeg. We hebben genoeg. Ik ga even eten. Jam, 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 jam. Oké, nou, kunnen we weer verder gaan. Ga ik namelijk heel even kijken of ik eventueel een klein stukje nog af kan maken van het drugslab. Of zeg maar de basis eigenlijk, de ondergrond. Dat vind ik belangrijk. Dus even kijken. Oh, het is vlot. Oké dan. Dit mag misschien wel iets groter, dit. Ik denk dat dit wel iets uitgebreid mag worden, als ik eerlijk ben. Deze breiden we even iets uit, jongens. Deze kant. Ik vind namelijk een beetje scare zo. Een beetje klein. Het is een beetje te klein, weet je. Ik wil een grote kamer hebben, zoals ik al eerder had verteld. Dat moet een echt groot. Het is wel leuk. Dan zie je zo'n kleine beacon staan. Dan in één keer druk je op een hendel en boem. Het groot drugslab. Alleen hoe ik dat moet gaan doen, ik weet het niet. Ik weet namelijk niet of je de beacon kan laten verplaatsen door aan de hendel te klikken. Ik weet niet of de beacon het dan nog blijft doen. Maar ik heb echt. Ja, ik kan wel iets van een trapdoor gebruiken. Misschien. Dat ik als ik dan een hendel overhaal, dat er dan een soort van door overgaan. Dat zou over het algemeen wel een leuk idee zijn. Maar of dat kan, ja, dat weet ik niet. Als het kan, wil ik dat best wel doen. Maar dan moet jullie even in de comments achterlaten of jullie nog een bepaalde tutorial hebben hoe redstone werkt. Dus als jullie denken van, nou joh, ik weet hoe redstone werkt en ik heb daar een goed tutorial voor, dan kunt u die beneden in de comments achterlaten. Maar dat moet natuurlijk wel een redstone tutorial zijn die zeg maar te maken heeft met wat ik wil doen. Oftewel het maken van een geheime gang die naar een geheime kamer leidt. Dat is het hele idee. Alleen ik weet dus niet hoe je dat maakt, weet je. Ik heb wel enig idee dat je het met pistons moet maken. Maar ja, weet je, dat zegt er maar ook niet zoveel. Ja, pistons. Ja, wat dan, weet je? Wat moet je met pistons doen dan? Alleen het woord pistons helpt mij er niet echt mee om verder te komen. Om het even op die manier te benadrukken. Dus dan weten jullie dat ook gelijk. Dus geef me even wat ideeën over hoe ik verder kan komen. Dus hoppakee, hebben we weer even wat planks erbij. Ik gooi even deze pony weg. Heb ik namelijk niet nodig. Kan ik dit namelijk even invullen. Ook kan ik alleen maar even een klein stukje van het plafond invullen. Ben ik al blij. Dat moet namelijk ook gebeuren. Zo. Oké dan. En dan dit even weg. Nou, dit ziet er wel aardig uit. Ik weet niet of het groter moet. Als ik dit groter maak, moet ik dat natuurlijk ook groter maken. Dat is een beetje het nadeel. Oké, ik maak ze allebei nog 2 groter. En nu deze niet meer, want deze is dus al 2 groter, zoals jullie zien. Maar die maken dan nog even 2 groter en dan zijn we klaar, weet je. Ook gaat het dan echt helemaal tegen die... tegen die miner zit. Maar ja, dat moet dan maar even. Want die miner heb ik namelijk toch niet meer nodig uiteindelijk. Of wel. Of is het geen miner, is het wat anders. Het is een hele oude kamer van mij. Hier had ik vroeger ook een villager in gedaan. Maar ja, ik kan hem natuurlijk niet meer vinden nu. Kutsel, ik ben weer aan het hakken met meneer Fortune. Dat is niet de bedoeling. Ik moet mevrouw Shulkdatje gebruiken. Die ik snel weer een keer moet laten maken. Want ze heeft te wild gedaan met meneer Fortune. Waardoor ze nu best wel heel erg kapot is. Dus vandaar. Oké, dus ik heb het hier dit best wel een lange episode. Laat een like achter voor meer lange episodes, jongens. 1000 likes, dat zou ik echt tof vinden. Dat zou ik echt heel erg op prijs stellen. Hoe meer likes natuurlijk, hoe beter. 2000, 3000 likes op die vlog. Laat het terugkomen bij Survivor. Jongens, de 3000 likes. Ik weet dat jullie het kunnen. Ik weet dat de video's over het algemeen best wel bekeken worden. Dus als jullie nou allemaal, iedereen die het kijkt, gewoon even een like achterlaat, weet je. Dan zijn we snel over die 2000 heen. Dus doe dat even. Doe dat even voor mij. Doe dat even voor Jobske. Degene die deze video voor jullie aan het maken is momenteel. In ieder geval, we zijn bij de klaar. Super tof. Dan kunnen we dit namelijk in gaan vullen. En dan kunnen we de volgende episode echt gaan beginnen met het inrichten van drugslab. Dit is eigenlijk weer even de reconstructie, zeg maar, van hoe het echt uit moet komen te zien. Ik pak nog wel even snel wat hiervan erbij. Dan kan ik namelijk even voor zorgen dat dit er ook mooi uitziet. Zo. Boom. Is dat alles? Ik denk het eigenlijk wel. Ja, ik denk dat dit ervoor moet zijn, hoor. Dan moeten we de vloer natuurlijk ook nog even opnieuw maken. Of niet helemaal, alleen deze kant van de vloer moet eigenlijk even opnieuw. Dan is hij eigenlijk al één rij langer, maar...
Voor de zekerheid, weet je. Omdat we het zeg maar wel helemaal smooth eruit hebben laten zien. Dat is namelijk wel de bedoeling. Ik wil natuurlijk wel een mooi drugslab hebben. Het moet wel een swagvol drugslab zijn. Het moet wel cool zijn. Wat ik altijd leuk vind zijn van die... Kijk, ik heb een hekel aan Tinder-accounts. Alleen de enige accounts die ik wel grappig vind zijn die... Van die accounts die Breaking Bad references tweeten. Vind ik ook soms wel leuk om te retweeten. Als ik echt denk van, ah, dat is leuk. Dat is een leuke. Die herken ik nog van de serie, weet je. Dat vind ik het niet erg om te retweeten. Weet je, ik gun die Tinder-accounts ook wel een licht in het ogen. Niet altijd soms. Ik doe deze toch even eentje lang en dan laat ik het hierbij voor deze episode. Voordat het weer een hele lange episode wordt. Terwijl eigenlijk normaal gesproken de video's waarbij ik echt weinig tijd... Heb je dat soms ook als YouTuber? Dat je dan weinig tijd hebt om een video te maken. Dat ze dan juist, godverdomme meneer Silk Dutch of meneer Fortune. Dat als je dan weinig tijd hebt voor het maken van een video. Dat je video's dan juist lang worden. Dan zit je van, ja, ik heb weinig tijd. En dan wordt de video misschien wel 30 minuten of zo. Terwijl ik dat nu eigenlijk ook heb. Ik moet eigenlijk ook gaan leren voor een toets. En ik heb eigenlijk ook, nou, niet echt weinig tijd. Maar jullie begrijpen wat ik bedoel. In ieder geval, dit is ook al bijna klaar. Ik moet het namelijk ook kut. Ja, dat had ik eigenlijk wel kunnen verwachten. Hoppakee. Nou, dan gaan we snel weer even dit zo weghakken. Mooi zo. Mooi zo. Ik ben alleen al blij als ik deze episode sowieso een heel stuk... Oh, het is trouwens weer nacht. Dus ik zou eventueel weer zombie villagers kunnen krijgen. Maar is niet echt nodig. Ik laat het hier wel even bij. Zo. Oké, dit had ik... Oh! Twee zombie villagers! Drie zombie villagers! What the fuck? Oké, dat is wel heel apart. Ik heb geluk. Heb ik het nog bij? Shit, er zijn er nu gewoon drie. Ik moet die eigenlijk even alle drie proberen op te sluiten. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Drie zombie villages, precies nu ik ze zoek. Oh my god, ik moet nu even heel snel hier een kooi maken. Zo. Oh, dit is echt mooi. Er wordt een iets langere episode als normaal, maar dat maakt niet uit. Dit is echt gek. In de goede definitie dan, hè. Zo, ik maak... Kijk, hier ga ik ze allemaal in opsluiten. Want als het goed is, verbranden die namelijk niet. Omdat dit ondergronds is een soort van... Kijk, die zit al vast. Oké, ik heb er... En die gebruik ik nu gewoon. Dus wat ik doe, ik maak zeg maar eigenlijk twee kooitjes. Eén kooi om er twee in te doen en één kooi waar er één in komt. En dat wordt deze. En als ik dat zeg maar heb, dan heb ik eigenlijk zo meteen gewoon drie zombie villagers. Of drie villagers. Dan hoef ik er nog maar één te gaan en dan ben ik klaar met de werknemers van mijn restaurant. Dus dat is de hele bedoeling. Ik moet jou even hier krijgen, zo. Oké. Nee. Kut. Ik wil niet doodgemaakt worden. Nee. Shit. Oké, kom deze kant op. Hij moet even zwemmen, dat is mooi. Ik kan hun naar twee natuurlijk ook laten transformeren nu. Maar het lijkt me handig om eerst even deze te transformeren. Dus als hij nu even meekomt. Waar ben je? Ben je hier? Oh, je bent daar. Oké, nice. Kom mee. Kom mee, jongen. Je kan dit. Ik geloof in je. Al die jaren dat je getraind hebt om op een trap te komen. Ja, nice. Oké, mee. Doei. Ja, nice. Oké. Dan kan ik deze weghakken. Nee. Oké, dat was dus niet helemaal zoals ik het had gehoopt. Oh, kut. Nee! Oké, nu heb ik hem vermoord. Jammer, maakt niet uit. Ik heb er nog twee over. Dat is goed. Daar ben ik over het algemeen vrij blij mee. Zo, oké. Alle twee? Ja, alle twee nog. Mooi. Deze. En dan moet ik er natuurlijk eigenlijk eentje gaan vermoorden. Nee, ik moet deze coin in twee splitsen. Dat kan niet anders. Kut. Hoe ga ik dat doen? Nee! Kut, nu kunnen ze eruit. Zo, oké, mooi. Wat ik namelijk wou doen, ik wou dit eigenlijk even in tweeën splitsen. Zodat ik er... Kijk, als het nou even eentje deze kant op komt. Kijk, hier. Kom deze kant op. Oh nee, kut. Het zijn er veel te veel. Kut. Nee. Oh, het zijn er veel te veel. Nu zijn ze er allemaal uit. Shit. Wat moet ik doen? Oh nee. Ze staken. Oh nee. Oh, dit is niet goed. Oh ja, misschien kan ze in de mine. In de mine kan ik ze wel dumpen. Fuck you. Oké, maakt niet uit. Het is nog één. Oké, weet je, fuck die shit. Ja, nice. Oké, het wordt al een normale villager. Dus als hij nou gewoon even naar beneden gaat en ik kill hun, dan is het goed. Dus eigenlijk moet ik gewoon hun killen. En als hij dan in leven blijft, dan is er nog niet echt veel aan de hand eigenlijk. Hoe ze van die trap aflopen. Oké. Kut. Shit, ik moet die andere killen. Ik ben echt... Ja, mijn armen gaat hier echt helemaal kapot aan. Maar ik heb eigenlijk geen keuze. Kut. Oké, nice. Als ik dit nou even indek... Wacht.
Wacht even hoor. Ik heb een idee. Ik moet er namelijk wel zeker van zijn dat dit echt helemaal goed gaat. Dus wat ik doe. Kijk, ik doe dit. Zo. Ja, nice. Die zit vast. Er wordt een villager. Het is ons geluk, mensen. We hebben onze eerste villager. Zeker weten. Ik doe deze dicht. Bedankt voor het kijken van deze video. Laat een like achter als je hem leuk vond. Wil je meer lange episodes? Zorg dan zeker even voor dat je een like achterlaat en een leuke reactie. En dan zie ik jullie de volgende keer weer met een nieuwe episode van Minecraft 5. En laat hier natuurlijk even leuke namen achter voor de drugsmiddelen die ik ga gebruiken met drugsnap. En zorg er natuurlijk even dat je abonneert op Doe Maar Gamen. Om op de hoogte te blijven van wanneer ik een nieuwe video upload. Of wanneer ik een nieuw project start rondom Doe Maar Gamen. En jij hoort er kloppen. Wat je eigenlijk ook wou doen waarschijnlijk. In ieder geval. Wow! Chain. Dat is zeldzaam. Bedankt voor het kijken, laat een like achter en tot de volgende keer bij een nieuwe episode van Minecraft Survive Island, wat morgen om 7 uur is. Later mensen!